Zo'n 25 cliënten van zorgcentrum Het Gasthuis in Goes werden vanmiddag in de watten gelegd door leerlingen van het Goese Lyceum. De leerlingen hadden de dag helemaal zelfstandig voorbereid. Van het samenstellen van het driegangenmenu en het doen van inkopen, tot het maken van het ophaalschema en het in kerstsfeer brengen van het schoolrestaurant. Mooi leren de leerlingen vandaag. Ja, leerlingen leren vooral met praktisch bezig te zijn. We doen natuurlijk veel theorie, maar met de praktijk leren ze gewoon heel goed hoe het in het echt gaat. Ze leren met ouderen omgaan, ze leren voorbereiden, ze leren zelfstandig te werken met allerlei opdrachten die ze krijgen. Ze hebben zelf alles voor te bereiden, onder begeleiding van ons natuurlijk. En daarmee hebben ze dit maaltijd en alle activiteiten eromheen georganiseerd. Dus eigenlijk is het voor ons heel belangrijk dat ze gewoon echt in de praktijk leren omgaan met allerlei doelgroepen. En in dit geval met mensen van terwijl. En ze worden ook beoordeeld vandaag? Ja, ze worden ook beoordeeld. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk alle weken van de voorbereiding worden ze ook beoordeeld. Op initiatief nemen, op de verantwoordelijkheid, op alles ook wat erbij hoort bij het organiseren. Want met praktijk leren lezen leerlingen gewoon het meeste.